Hier in Leiden bij het winkelcentrum De Kopermolen. We staan op een marktje vlakbij en het is mooi weer en we hopen weer dat we 6 mensen kunnen ritselen, regelen voor het nieuws met ons te delen. Het zal best lukken vandaag. Wat is uw nieuws van deze week? Nou, ik ben wezen vissen voor het eerst sinds 5 jaar. Vissen in het water neem ik aan, op de zee? Bij ons achter in de pool in Warmond. En wat gevangen? Nou, ongeveer een 20 kilo. 20 kilo vis? Ja, ik had een nieuw leefnet gekocht, maar hij begaf het haast. En wat voor vis? Nou, dat waren grote brasems en grote ruisvorens. Als ik het uitgooide, het aas, het kwam niet eens op de grond terecht. Want ik had helemaal uitgeloot op de grond. Maar... En misschien een brutale vraag. Maar waarom 5 jaar wachten om je hobby uit te oefenen? Nou, ik werk nog. En, druk. Wat zeg je? Druk, zeker. Ja, ik heb met mijn zoon een zaak en dat gaat best goed. Maar dan kun je haast nooit... Je moet alles plannen, je moet voer halen, aas halen. En dat kwam er maar steeds niet van. Ik had niet eens een vergunning meer, dus die heb ik gehaald. Oh, ik wou net zeggen, je hebt de wet overtreden. Nee. Dat was keurig netjes. Maar het was mooi weer. Het regende een beetje gisterenmorgen. Maar het was... Het is dat ik een grote haak aan had, anders had ik wel 20 haakjes verspeeld onderaan. Maar je hebt in ieder geval een hele fijne dag gehad. Ik heb het helemaal naar mijn zin gehad. Dank dat je het met ons wilt delen. Wat is jouw nieuws van deze week? Mijn nieuws van deze week is dat ik morgen lekker op vakantie ga naar Zuid-Spanje. Naar Zuid-Spanje, de eerste keer? Nee, ik kom er al 15 jaar. Dus eigenlijk gewoon een soort thuiskomen. Waar ga je naartoe? Ik ga naar Fuengirola, Zuid-Spanje. Hoeveel graden is het dan? Momenteel 30 graden. Zwembad? Ook nog. Hotel? Nee, appartement. Appartement. Met wie ga je? Met mijn vrouw, mijn dochter en mijn moeder. Hoe lang? 2 weekjes. Lekker, ik ben jaloers op je, weet je dat? Ja, nou jij gaat ook nog op vakantie. Ja, ik denk in augustus ga ik 2 weken naar Oostenrijk, dus, maar dat is nog ver weg. Jij gaat morgen al? Ik ga morgen. Morgenochtend vroeg, 7:50. Vliegen? Ja, gelukkig wel. Lekker. Maatschappij? Transavia. Oh, dat is een goede. Dan kom je er wel. Hey, hele fijne vakantie en bedankt dat je met ons wilt delen. Wat is jouw nieuws van de week, druk te maken? Mijn nieuws van de week. Eindelijk mooi weer. En dat in de Ramadan. Oh ja, jij zit in de Ramadan. Ook de ramp. Ja, maar is dat echt zo? Zit je nou echt de hele dag boven met je neus boven het eten? Ik mag vanavond om 10 uur pas eten. Maar het is gezellig. Heb je daar geen moeite mee? Nee man, elke avond een soort kerstmaaltijd, dat de hele maand lang. Nee, daar kun je geen moeite hebben. En drinken, mag je wel drinken? Nee, drinken ook niet. Denkbeeldig wel. Wat is denkbeeldig drinken? Ja, over hoe lekker vanavond die spa blauw gaat zijn. Hey, maar je bent wel echt goed praktiserend, heet dat zo? Ja, natuurlijk. Hard werken, voor weinig en nooit zagrijnig. Het is niet te geloven, hè? Het is net alsof ik mijn eigen hoor praat. Alleen ik doe dan niet aan de Ramadan, hoor. Maakt niet uit. Hey, maar wat ik zeggen wou, ja, ik hoorde net, ik liep daar ergens op die markt hier zo. Trouwens, heel erg gezellig. Hoorde ik ik dacht een idioot zingen. Maar dat blijkt jij te zijn. Wil je wat laten horen? Dan zal ik wat Leids zingen voor de Leidenaren hier zo. Als je maar doet voor de camera. Hè? Kijk in de camera en zing. Wat wil je dat ik zing? Engels, Nederlands? Nee, wel een Nederlands liedje. Maar het moet in ieder geval heel erg leuk zijn. Kom op. Ja. Hier is jouw minuutje van fame. Dames en heren, daar komt hij dan, hè? Ilias. 3, 2 weken geleden kwam er een ambulance. Is dat hem? Nee, maar de volgende. Oké, deze. Want bij ons in de Jordaan. Nou, dit was genoeg. Den Haag, mooie stad achter de duinen. Ja, kijk, dat is hem. Hey, jongen, hartstikke bezoek. Dat is met de Ramadan, hè? Je bent door de keuring. Ja, je bent door de keuring. Oké. Wat is jouw nieuws van deze week? Mijn nieuws van deze week is dat het erg warm is in de bakkerij. Maar ja, zo hoef je ook de verwarming niet aan te zetten. De oven kan een paar graadjes lager. Dus op die manier redden we het wel weer.
Maar jullie zitten toch werken toch voornamelijk 's nachts, om nu zo 4, 3, 4, dat je je bed gaat om de brood te bakken zo? Wij beginnen al om 1:30 's nachts. Om 1:30 s'nachts. En is het dan ook zo bloedheet? Dan is het ook bloedheet. Die warmte blijft in de bakkerij hangen. En dat is altijd een groot probleem. Maar ja, we mogen niet klagen. Het is mooi weer. Dus. Ja, en je bent hier knap geliefd op de markt, hoor ik zo. Want iedereen, van Marokkanen tot aan Nederlanders, die kennen je. Die kennen we allemaal, inderdaad. En we leveren nog wat aan Ilias. Dus wat dat betreft komt het allemaal weer goed. Ja, die hebben we net nog geïnterviewd. Oh, okay. Nou, dat kan je beter niet doen, hoor. En het nieuws van deze week. Vrouwen bloot handel dood. Zo warm. Vrouwen bloot handel dood. Mag ik je bedanken? Is goed, graag gedaan, jongen. Succes vannacht. Dankjewel. Nou, we staan nog steeds op de markt. Het is hier bloedgezellig. Echt waar. En heet. En wat is jullie nieuws van deze week? Het nieuws van de week? Ja. Ja, niks. We zijn hier de hele week gewoon gezellig met elkaar op de markt, hè? Dus geen nieuws. Ga je nog op vakantie? Nee, niet op vakantie dit jaar. Helemaal niet? Helemaal niet. Nee. Niet een dagje weg? Misschien. Is nog niet zeker. Nee. Nou, dan zou ik zeggen werk ze. En nu? Gaat u nog weg? Ik ben net terug. Ik zou weer willen. Want prima naar mijn zin gehad. Waar ben u geweest? Op de Veluwe, bij Heijhaas. Bungalow gehuurd. Perfect. Schitterend weer. Lekker gefietst. Lekker uitgerust. Ja, dan is het helaas weer boodschappen doen, hè? Dan komt de oude ritme weer terug. Dus de ene gaat niet op vakantie en die heeft niet genoten en de andere heeft wel genoten. Dubbelvaar. Oh, je geniet wel? Tuurlijk wel. Het is elke dag feest bij ons. Kijk, en dat is. Er wordt weer op de achtergrond een heleboel dingen geschreeuwd. Nou, maar dames, in ieder geval blij dat jullie even wouden reageren. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Fijn weekend. Ja, jullie ook. Dankjewel. Nou, dit was het einde van een hele gezellige ochtend op de markt hier in Leiden. Ergens bij de Kopermolen. Maar het was fantastisch. Leuke mensen ontmoeten, Marokkaanse mensen ontmoeten. Echt heel gezellig, een leuke markt. En ik ga lekker naar huis. Poeh.